Op 17 november start de Seniorenweek in Gent. Het OCMW, de Stedelijke Seniorenraad en tal van stadsdiensten, waaronder de Seniorendienst, de Jeugddienst en de Sportdienst, zijn erbij betrokken. De Seniorenweek, dat is één week in het hele jaar dat de senioren extra aandacht krijgen. Maar de 51 andere weken zijn er natuurlijk ook activiteiten in Gent, voor en door senioren. De Seniorenweek is geen doel op zich, maar eerder een instrument om verschillende doelen te bereiken. Namelijk senioren in de kijker zetten, positieve beeldvorming, diversiteit, bepaalde thema's aanreiken die belangrijk zijn en natuurlijk ontmoeting en sociaal contact. Want veel senioren nemen enkel deel voor de menselijke contacten die gelegd worden en dat willen we stimuleren. De maatschappij vergrijst, er komen meer en meer senioren bij en die zijn bovendien steeds veel eisender. Dus is er een groter aanbod van activiteiten nodig. Een overzicht van heel veel Gentse activiteiten voor senioren vind je op 22 november op de Seniorenbeurs. Op de beurs kan je informatie verzamelen over alles wat senioren aanbelangt. En ook op 22 november zullen de OCMW rusthuizen de deuren openzetten voor het grote publiek. Tijdens de Seniorenweek organiseren de 8 lokale dienstencentra van het OCMW allerlei activiteiten. In het lokaal dienstencentrum van het OCMW, de Vlasgaard, volgen heel wat actieve senioren al heel lang dansles. Ja, mevrouw, hoe lang doet u dit al? Een jaar of 5. Heeft u al veel mensen leren kennen? Ja, zeer veel. Ik ben op 1 januari met pensioen gegaan, na 45 jaar een fulltime loopbaan te hebben. En dan heb ik gezegd, ja, ik moet dus iets doen, ik mag niet stil blijven zitten. En dan ben ik naar hier gekomen. Ik kom veel mensen tegen, voor vriendschap. Ik kan een keer lachen, babbelen, een koffietje drinken. Dus ja, het is leuk, hè. Een babbeltje achteraf ook nog? Hoort dat ook nog? Ja, soms wel, soms niet. En dan een beetje af omdat ik nog activiteiten heb. Dus vanavond nog gaan zingen. Zo'n speler heb ik eigenlijk niet. Je bent een druk bezette senior. Vrees dan niet. 1, 2, 3. Op 20 november is het in Sporthal Bourgooien Senioren Sportdag. Tai Chi, yoga, Nordic walking en tal van andere sporten staan op het programma. Er zijn in Gent al heel veel senioren die regelmatig sportcursussen volgen. Ik neem deel om in beweging te blijven en vooral om ook het sociaal contact met vrienden. Want we hebben elkaar in feite leren kennen met de turnen en we zijn grote vrienden geworden. En dat zal dus waarschijnlijk nog lang blijven. De Seniorenweek biedt ook nog een hele reeks minder voor de hand liggende activiteiten aan. Zo is er een lekkerbekken rondleiding in het Huis van Alijn. En een van de meest in het oog springende activiteiten is de graffiti-workshop in samenwerking met de jeugddienst. Wil je deelnemen aan de Seniorenweek, dan kan je voor informatie terecht in het Seniorenhuis, de Stadswinkel, de lokale dienstencentra van het OCMW, de Stedelijke Dienstencentra. Of dan kan je bellen naar Gent Info op 09 210 1010. En tot slot van deze Stadstv de agenda. Op zaterdag 15 november kan je vanaf 2 uur in de namiddag naar de Korenmarkt. Daar is er een startfeest naar aanleiding van de aangekondigde werkzaamheden op de Korenmarkt. En ook een symbolisch afscheid van de Korenmarkt Oude Stijl. En de wijkdebatten gaan opnieuw van start. Inwoners van een wijk kunnen in debat gaan met de burgemeester en schepenen. Het eerste wijkdebat van dit najaar vindt plaats in het Gildehuis in Sint-Denijs-Westrem. Een groot feest voor de kinderen in Gent op 22 november. Sinterklaas meert dan aan de graslijn. Dit was Stadstv voor deze week. Voor meer informatie surf naar de website gent.be of bel het nummer 09 210 1010.